Het is om moedeloos van te worden. Een bungalowpark aan de Krimweg in Hoenderlo is voor de derde keer op rij slachtoffer van fietsendieven. Dit zijn beelden van de laatste diefstal. Midden in de nacht komen de fietsendieven het terrein oplopen en proberen ze eerst het hek van het fietsenhok te openen. Het lijkt of één van de fietsendieven een lange jas of een soort poncho draagt met lichtgevende strepen. Na een tijdje gaan ze even weg, maar later komen ze toch weer terug. De kabels van de 5 kostbare e-bikes worden doorgeknipt en één voor één worden de witte Gazelle Ultimate C8 fietsen over het hek van de stalling getild. En dat is nog best zwaar bij een e-bike. Wie weet meer over deze diefstal of van de fietsendieven? Zijn die witte gazellen sinds begin november ergens te koop aangeboden? De politie wil het graag weten.